Goedendag, DFT Visser vindt van dinsdag 16 augustus. Het einde van de vakantie komt in zicht. Je merkt het aan nieuws over pensioenen, economiecijfers van het CPB. De Brexit speelt natuurlijk nog. En niet te vergeten, het kabinet begint zich weer te roeren. Bij mij in de studio Martin Visser, terug van vakantie. Hi. Welkom terug. Lekker gehad in Frankrijk, Martin? Ja, prima. Ja. Heb je het nieuws allemaal in de gaten gehouden of was het echt vakantie? In grote lijnen heb ik het in de gaten gehouden, ja. Je kan het niet laten, hè? Ik kan het niet laten, maar ik heb er zo min mogelijk over getwitterd. Ja, heel goed. We gaan eens even kijken waar we staan. Ja. Waar wil je beginnen? Nou, ik wil inderdaad even een vooruitblik. Vandaag komt het kabinet in een informeel beraad bijeen. Vorig jaar hebben we het ook al gezien dat ze in spijkerbroek verschijnen, de ministers. En ze komen onder een vrij gunstig economisch gesternte nu bij elkaar. Wat ook voor een kabinet zo in aanloop naar de verkiezingen natuurlijk heel erg fijn is. We hebben de afgelopen weken CBS-cijfers gehad. Die lieten zien dat de economische groei heel goed is. We hebben een vooruitzicht gehad van het Centraal Planbureau. Ja. Wat ook laat zien dat er weliswaar wat onzekerheden zijn, maar dat het toch een gestage economische ontwikkeling is in Nederland. En dat is gewoon met kanttekeningen, maar er komen denk ik wel op, ronduit goed. Ja, de werkgelegenheid bleef een beetje achter, maar verder ziet het er eigenlijk best goed. Dat is wel een punt van zorg. Centraal Planbureau heeft wel zijn raming iets omlaag bijgesteld vanwege de onzekerheid rondom de Brexit. En dat zie je natuurlijk meteen terug in de werkgelegenheid, want minder economische groei betekent minder nieuwe banen. En je ziet dus wel dat in de prognose van het Centraal Planbureau de werkloosheid volgend jaar stabiliseert. En dat is voor een kabinet wel weer vervelend, want dat is wel, dat is nog een soort blok aan het been van het kabinet. Ze kunnen niet rond gaan toeteren. Dankzij ons doet de economie het weer fantastisch. Want er zijn nog steeds wel dan 550.000 mensen werkloos. Maar goed, het hangt allemaal van de Brexit af, of dat wel of niet zo uit gaat komen. Het is toch een beetje een donkere wolk. En we hebben premier May inmiddels horen zeggen dat ze het allemaal heel rustig aanpakt. Daar ben jij wel voor, hè? Ja, nou, het is wel goed om het verstandig en zakelijk en zonder te veel emotie aan te pakken. Maar het moet weer niet te lang duren. Want ik denk dat, tot nog toe, je ziet natuurlijk wel de effecten natuurlijk, in Groot-Brittannië zelf natuurlijk van de Brexit. Gisteren ook weer berichten over een vastgoed die enorm onder druk staat. Je ziet ook wel dat de ramingen voor het VK zelf enorm laag zijn bijgesteld. Maar ik denk dat als je het proces nou relatief snel zou afronden, dat de periode van onzekerheid er kort is en dat de effecten dan ook beperkt zullen zijn. Dus in die zin ben ik niet helemaal voor dat zij, ze willen natuurlijk die Franse en Duitse verkiezingen een beetje af gaan zitten wachten. Politiek gezien wel begrijpelijk, maar ons gezamenlijk belang is om het zo kort mogelijk te laten duren. En dat zie je ook wel terug in die raming van het planbureau. Die zegt, de Brexit, dat gaat een effect hebben op onze economie. Maar we hebben eigenlijk geen idee hoe groot dat is. Dus we slaan er maar een slag naar. Dat is het Centraal Planbureau best wel eerlijk in. Er is heel veel onzekerheid nu rondom die ramingen. Dus hoe korter dat duurt, hoe beter dat eigenlijk is. En dat zullen we terugzien in de economische groei, in werkgelegenheid en werkloosheid. Dat heeft een direct belang ook voor Nederlanders. Ja. Nog een heikel puntje wat we moeten bespreken. De pensioenen, de ABP, onder de 90% dekkingsgraad. Ja, gisteren was mijn eerste werkdag weer. En moeten we het er nu weer over hebben. Ja, maar dit is gewoon, dit is niet opgelost. En dus komt het ook voortdurend weer terug. Ja. Toen ik op vakantie ging, ging ik op vakantie met treurige dekkingsgraden. Dat is altijd het cijfer waarin het wordt uitgedrukt. En ik ben er niet terug, of we hebben er weer een. ABP, de dekkingsgraad is onder de 90% gezakt. Ja, kans op verlagen in 2017 wordt groter. Wat betekent dat? Dat ze voor elke euro pensioen die ze moeten uitkeren, elke euro pensioenverplichting, minder dan 90 cent in kas hebben. Ja, dat is natuurlijk heel dramatisch. Ze zijn op dit moment onder het niveau gezakt wat nog verantwoord is. Dus als dit zo blijft, moeten ze aan het eind van het jaar besluiten om te gaan korten. Ja. En ABP zal niet de enige zijn. En dit blijft maar dooretteren. Dit heeft koopkrachtgevolgen. En voor ouderen, daar is het kabinet natuurlijk al mee in de weer wat ze daarmee moeten. En je ziet ook weer dat allerlei pensioenbobo's beginnen zich te roeren de afgelopen dagen in de kranten. En er worden weer van alles en wat van stal gehaald. Wat niet wijst op een goede oplossing van het probleem, maar toch wel symptoombestrijding is. Ja. Dus ik word er een beetje moedeloos van. Denk je dat staatssecretaris Kleinsma in haar spijkerbroek daar vandaag nog op aangesproken wordt? Nou ja, het is al dus, Dijsselbloem heeft al gezegd dat ze wel iets gaan doen aan de koppen van de ouderen. En het bleek dus dat de werkenden gaan er dan waarschijnlijk volgend jaar op vooruit en de ouderen gaan er iets op achteruit. Nou, om electorale redenen begrijp ik wel dat het kabinet er iets aan wil doen, maar ik wil toch nog één kanttekening plaatsen. Ik misgun ouderen helemaal niet dat hun koopkracht straks wordt gerepareerd. Maar het kabinet moet zich wel realiseren dat als ze eenmaal daarmee beginnen om met belastingmiddelen tegenvallende pensioenuitkomsten te gaan compenseren, dan ken ik er nog wel een paar. Want jouw en mijn pensioen wordt ook gekort. Ja. Alleen dat merken we nu nog niet.
Want we werken nog, maar dat werken we pas als we met pensioen gaan. Dus je ziet wel, ja, als het kabinet nu eenmaal gaat beginnen om dit pensioenstelsel via de belastingen te gaan repareren, ja, dan is het op een gegeven moment al het einde zoek. Dus des te meer reden om zo snel mogelijk, dat kan dan pas met een volgend kabinet, dit echt op te gaan lossen. Want ja, dit is al een beetje water naar de zee dragen nu. Dus maar goed, met de verkiezingen in het zicht kan het kabinet niet anders dan die ouderen te compenseren. Maar dat moet wel van heel korte duur zijn. Dat is een heel erg nijpend probleem. Dat zo snel mogelijk na de verkiezingen opgelost moet worden. Aldus, Martin Visser. Blij dat je terug bent. Ja, graag gedaan. En dit was DFT Visser vindt. Meer van Martin natuurlijk op onze website en in de krant uiteraard. Tot de volgende keer. Dag.